Ik ben Laurence Matthijs en ik volg lingerie en corsetterie bij Sintra West. Ik heb me vooral geïnspireerd op vogels. Het idee van vogels gaan sowieso oost naar west, maar ook het idee van een vogeltje gevangen in een vogelkooitje geeft mij zo een beetje het idee dat zowel vrouwen in oost als west vroeger onderdrukt waren. Bijvoorbeeld in het westen had je de vrouw die corset droeg. En dan bij de komst van Coco Chanel is dat corset dan weggeveegd bij de vrouwen en gaf de vrouw een beetje meer vrijheid. En in het oosten had je bijvoorbeeld de vrouwen, de geisha's, in gebonden voetjes. En ik had zo het idee van als je het deurtje van het kooitje opendoet, dan kom je terug in de nieuwe vrijheid voor alle vrouwen uiteindelijk. Ik doe mee aan de Triumph Inspiration Award omdat ik denk dat voor elke ontwerper het leuk is om via deze manier een extra duwtje in de rug te krijgen. Plus dat ik het heel leuk vind om bij een opgegeven thema je eigen twist eraan te kunnen geven. Ik zou wel heel blij zijn als ik in de top 3 zit en ik ben ook al heel blij dat ik in de finale zit.